Hoi, leuk dat je kijkt. Hier ben ik weer, Yannick, jullie leesconsulent. En ik mag eindelijk weer de bibliotheek in. Ik heb hem opgeruimd en er stonden ongeveer 10 dozen met allemaal nieuwe boeken. En ik wil daar graag een paar boeken met jullie delen, zodat je misschien wel weer zin krijgt om naar de bib te komen om hier een boek te lenen. Ik kan natuurlijk niet al die 10 dozen doen, maar ik zal er proberen elke week een paar uit te kiezen, dat jullie weer een beetje een beeld krijgen. Het eerste boek wat ik wil laten zien is het boek Winterberg over Roos die gaat skiën met twee vriendinnen in het hotel, in Winterberg. Duh. En daar slaapt ze in het hotel waar ze vroeger ook altijd kwam. Ze ontmoet daar Frank, een sportjournalist. Komt een heftige sneeuwstorm en alle gasten moeten in het hotel blijven. En de volgende morgen blijkt de Roos vermist te zijn. Frank vertrouwt het voor geen meter en die gaat uitzoeken wat er gebeurd is. Het is een thriller, zie je aan het pistooltje. Dan The Irishman. Als je een Netflix-fan bent en van misdaad houdt, heb je misschien de film al gezien. Of staat hij op je kijklijst of je wensenlijstje. Doe me een lol, lees eerst het boek en kijk dan de film. The Irishman gaat over een hitman uit de maffiawereld. En Jimmy Hoffa was een vakbondsleider en die had connecties met de maffia. Die vroeg aan hem, ik hoor dat jij huizen schildert. Huizen schilderen betekent blijkbaar iemand vermoorden. En dan bestaat de verf van de huisschilder uit de bloedspatters op de muur als je een moord pleegt. Dit boek is waar gebeurd, vertelt het verhaal en de belevenissen van Frank, The Irishman, Sharon. Ik denk hard, ik denk een goed boek. Ik heb het nog niet gelezen, maar doe me nogmaals een lol. Eerst het boek, dan de film, want anders valt de film zo. Anders valt het boek zo tegen. En want het boek is namelijk altijd beter. Veel plezier ermee. En dan het boek wat mijn hart gestolen heeft afgelopen zomervakantie. Confettiregen van Splinter Chabot. Splinter Chabot komt uit een heel progressief gezin. Een gezin waar alles kan en waar iedereen mag zijn wie die is. En toch ook heeft Splinter problemen met zijn coming out. En hij heeft er eigenlijk best last van dat hij op jongens valt. En het proces van hoe hij daarmee omgaat en hoe hij toch oud en proud is. Daarover gaat dit boek. Ik vind het echt prachtig geschreven. Hij leest helemaal niet moeilijk en je voelt eigenlijk meteen met Splinter mee. Alhoewel die in het boek geen Splinter heet, maar Wobby. Prachtig boek voor iedereen die worstelt met een coming out. Maar ook iemand kent die een coming out heeft gehad. Het geeft je een mooi kijkje in de wereld van Splinter. En ja, echt lezen, maar het is zo'n mooi boek. 3 boekentips. Ik ga ze in de kast zetten. Hier naast mij op het plankje nieuw in de schoolbiep. En ik hoop jullie snel hier te zien.